Pasheva Yigash. De ontknoping. Net als wat we in de Torah gelezen hebben. In Pasheva Yosef. Yosef wordt verkocht. Komt in Egypte terecht. Leidt die affaire met de vrouw van Potifar. Dat was een eenzijdige affaire. In de gevangenis. Opperschenker, opperbakker. Dan een week later in Mikates, de dromen van Farao, die door Jozef wordt uitgelegd. Hij wordt onderkoning. En dan komen zijn broers, behalve Benjamin, om graan te kopen. Ja, en dan begint Jozef met een soort intrige, zou je kunnen zeggen, een bepaald plan. Met uiteindelijk uit te zoeken, na te gaan, of zijn broers opnieuw in de fout zouden gaan, zoals ze hem hebben verkocht. Of dat ze hun lesje hebben geleerd, en meer dan dat, ook daar diep spijt van hebben. En dat doet hij onder andere door, geef ogenblik, zijn drinkbeker te laten verstoppen. In de graanzak van Benjamin. En als dat gevonden wordt, Benjamin als slaaf bij zich te willen houden. Dan komt het pleidooi van Yehuda. En dan kan Jozef zich niet meer inhouden. Hij zegt, iedereen weg hier. En ani Jozef. Ik ben Jozef. Blijkt dat toch, en dat is al bij ons in de Torah zo, er veel meer achter steekt. De vraag wordt gesteld. Jozef roept, ani Jozef. En even later zegt hij, ani Jozef achichem. Dus ik ben Jozef. En daarna zegt hij, ik ben jullie broer. Jozef. En een van de Torah-verklaarders, de Kli Yakar, die gaat erop in. Maar gaat hij ook in op de vraag, eigenlijk onbegrijpelijke vraag in eerste instantie, dat Jozef vraagt, nadat hij gezegd heeft aan Jozef, Ha'ot Avichai, leeft vader nog? De broers zijn uit Kanaan gekomen. En vorige week in Pasjat Mikates hebben we dat hele gesprek gevolgd. En daar hebben de broers verteld dat vader leeft nog. En waarom vraagt hij dat nu opnieuw? Bleef vader nog? Zijn die intussen geweest naar het land Kanaan? Ze hebben geen informatie. Mobieltje was niet uitgevonden. Dus wat betekent die vraag? En dan is een van de antwoorden, en Yakar spreekt daar dus over, dat Jozef hem vraagt. Hij vraagt, Avichai, leeft mijn vader nog? Hij heeft dat tegen de broers gezegd, hij is een van hen. Had hij kunnen zeggen, Avinuchai, leeft onze vader nog? Maar onder andere wordt, en ook door andere geleerden uitgelegd, dus Jozef wilde dit eigenlijk tegen hun zeggen. En Juda had dus gepleit. En als die jongen niet terugkomt in Benjamin, dan zal vader dat niet overleven. Oh nee, zegt Jozef, zal vader dat niet overleven. Maar hij heeft dus wel overleefd dat jullie mij hebben verkocht. Dat is een van de redenen waarom hij dus nu zo vraagt. Ha'ot Avichai. Maar de broer is natuurlijk heel erg geschrokken. Hij is bang dat hij zich zal wreken. En als hij ziet hoe oprecht ze geschrokken zijn en begrijpt hoe diep hun spijt is, dan zegt hij, ani Jozef, achichem. Niet alleen maar ani Jozef, maar ik ben Jozef, jullie broer. Wees niet bang, we gaan als broers, zoals het hoort, met elkaar om. Maar begrijp ik dat ze geschrokken waren. En dan zegt Jozef ook nog, maak je niet te veel zorgen.
En dat wat jullie me hebben verkocht naar Egypte. Ergens had dat een verwijt kunnen zijn. Als jullie, zegt Jozef, of denkt Jozef, had hij kunnen zeggen, had hij kunnen denken. Als het jullie bedoeling was om mij als slaaf te verkopen. Waarom moest het dan nou juist naar Egypte zijn? Egypte met zo'n moraal van zedeloosheid. Moesten jullie naar Oostgericht mij daar naartoe verkopen? In andere landen worden ook slaven gekocht en verkocht. Waarom dan juist naar Egypte? En dan zegt Jozef, let op hoe het eigenlijk allemaal gegaan is. Juist dankzij het feit dat ik in Egypte gekomen ben, ben ik onderkoning geworden en kan ik jullie helpen en redden. Ik kom dus in Egypte, een land met een lage moraal, zedeloosheid. Ja, daar heb je die vrouw van Potifar. Zegt Jozef, en die heeft mij proberen te verleiden. Maar dat kon in die tijd, dat was daar blijkbaar gebruikelijk om dat te doen. Ik zal het niet hebben over deze tijd, de tijd waarin wij leven. Maar door haar zedeloos optreden en Jozef is dus weggerend. En maar hij is in de gevangenis terecht gekomen. En in de gevangenis ontmoet hij de opperschenker en de opperbakker. En daar legt hij de dromen uit. En als varen de dromen heeft, dan weet de opperschenker hem attent te maken op Jozef. En zo wordt Jozef dus onderkoning. Dus hij wordt onderkoning dankzij de dromen van Farao. Dankzij de dromen van de opperschenker en de opperbakker. Die hij in de gevangenis heeft ontmoet. Hoe kwam hij ook weer in de gevangenis? Omdat de vrouw van Potifar hem valselijk had beschuldigd. En hoe kwam die vrouw van Potifar om zich zo op te treden? Want dat is nou helemaal gebruikelijk om die manier met de moraal om te gaan. Of het ontbreken van moraal. In de Gemara wordt Rabbi Elazar genoemd. En die zegt, op het moment dat Jozef zich openbaart en zegt, Ani Jozef, Nivhalu mipanav. De broer is heel erg geschrokken. En dan zegt deze geleerde, stel je nou voor dat je na je 120 jaar voor het hemelse gerecht komt. Hoe sta je daar dan? Oei wee, dat je daar op positieve wijze kan staan. Ik moet in dit geval denken aan datgene wat er onlangs is gebeurd in Istanbul. En zoveel doden in die nachtclub. Ik wil het me niet voorstellen. Maar die mensen daar die in de nachtclub zijn omgekomen, kwamen voor het hemelse gerecht. Oei wee, wat een schande. Dat je vanuit een nachtclub voor het hemelse gerecht kwam. Los van de schande die hoogstwaarschijnlijk toch een aantal echtgenotes, ouders of wat dan ook, van de omgekomenen ervaren als ze te horen krijgen dat hun man of hun zoon of hun vader in een nachtclub is geweest. En daar is omgekomen. Oei wee. De mens zal nadenken, hoe leef ik? En weet je nooit wanneer het moment gekomen is, maar dat een fout nog zijn we niet. Dat zeggen we ook bij een begrafenis. Mensen, Edam, er is niemand, die handelt en niet tekort zal schieten. Maar alles bij elkaar moet het toch zo zijn en daar moeten we altijd over nadenken. Dat we daar toch niet te beschaamd zullen verschijnen. Maar zoveel positiefs ook zullen kunnen brengen. Dat was dus schokkend. Maar wat ook schokkend was. En het was uitgaande Shabbat. Afgelopen uitgaande Shabbat. Dus bijna de avond van het nieuwe jaar.
het nieuwe Nederlandse jaar, maatschappelijk jaar. Ik kom uit Sjoel en hier een knal en daar een knal. Ik zag ook niks in de lucht, alleen maar knal, 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 knal. Ik dacht, en ik zei dat ook, Ashreen, wat ben ik gelukkig. Dan ben ik gelukkig dat mijn manier van nieuwjaar, oudejaar en nieuwjaarsviering toch een heel andere is. Los van wat er allemaal gebeurd is aan vechtpartijen en belagen van hulpverleners en noem maar op. Het is een schande, een schande. Ja, wat wil je? Wij zijn ons brein. Ik ben mijn brein. Ik alleen op de wereld. Dus ik wil plezier hebben. Dat mag wel best ten koste gaan van anderen. Dus mentaliteit in onze maatschappij die is heel erg schokkend. Wat betreft oud en nieuw. Ik heb dit boek in de tijd geschreven. Joods, oud en nieuw. En in de inleiding, daar spreken we dus over. Oud en nieuw, maatschappelijk oud en nieuw. Wat er dus ook een Joods oud en nieuw bestaat. En dat Joods oud en nieuw duurt niet 2 dagen, 31 december en 1 januari. Of laten we zeggen 29 Elul en 1 Tishri. Joods oud en nieuw duurt 2 maanden. De maand Elul en dan de hele maand Tishri daarna. Met al die bijzondere dagen die we in beide maanden vinden. Dat is de approach vanuit het oude jaar naar het nieuwe jaar. En ik eindig mijn inleiding daar. Mogen het lezen van Joods oud en nieuw bijdragen aan de verdere groei en bloei van het oude Jodendom, dat na ruim 3300 jaar nog steeds als nieuw beleefd kan worden. Oud en nieuw. Jozef zegt, iedereen eruit. Ik wil u een geschiedenis vertellen over Chanukka. Nou, vast zich af Chanukka, het is al aan Chanukka geweest. Maar de parshat van Vayigash is bijna zonder uitzondering altijd de sidra die na Chanukka wordt gelezen. Bij elkaar hebben we in het Joodse jaar 14 soorten Joodse jaar. En van die 14 is 12 keer Vayigash na Chanukka. Slechts 2 keer niet. En de geschiedenis van Mordechai gaan zien in Russische gevangenschap. De eerste keer werd hij veroordeeld tot 10 jaar, daarna 6 jaar en daarna 5 jaar en daarna 6 jaar. Bij elkaar heeft deze man 21 jaar in de Gulagkampen doorgebracht. Vanaf 1935 tot 1956. En dan vertelt hij een gegeven ogenblik, dat was in de Beit Midrash, de leerschool van de Magnovka Rebbe in Bnei Barak. Hij vertelt wat hem een keer is overkomen. Was weer in zo'n kamp, samen met 17, 18 andere jonge mannen. En het werd Chanukka. En ze hebben besloten, wij gaan Chanukka licht aansteken. Met wat margarine en een paar draden uit de kleding. En hoe ze vuur hebben gemaakt. Maar in ieder geval, dat hebben ze gedaan. Midden in de nacht, heel stil. En hij als oudste, de Mordechai, heeft de brachot gezegd. En daar stonden ze. Op dat moment ging de deur open. Er kwamen bewakers van het kamp binnen. Waarop heette dat betrapt. Ze werden gevangen genomen. En voor het gerecht gebracht. Nou, daar moest je in zo'n kamp niet veel van voorstellen. En dat vinden ze Mordechai ook. Maar hij was wel verwonderd om te horen waarvan ze beschuldigd waren. Ze werden beschuldigd dat ze een opstand wilden starten. En ze hadden licht aangestoken om daarmee aan te geven
waar ze zich bevonden. En de rechter, die begreep dat dit alleen maar tegengewerkt kan worden, dit soort activiteiten, door de doodstraf uit te spreken. En dat zei hij, de rechtbordiger, dood. De rechtbordiger had heel wat meegemaakt al in die kampen. Maar hij vroeg, is dit oordeel alleen voor mij? Of voor die andere jongens? Voor de hele clan, allemaal dood. Op dat moment stortte Mordechai in. Hij als oudste, als een van de initiatiefnemers van het aansteken van Chanukah. En dat zou hij nu op zijn geweten hebben, in zijn eigen dood, maar ook de dood van al deze anderen. Hij was emotioneel iemand. Hij begon te huilen, te snikken. Alle ervaringen van vorige jaren kwamen naar boven. En de rechter zat en keek hem aan. Hij zei, geef me, kom eens even hier. En begon hem te vragen. Privézaken, wie ben je? Wat is jouw gezin, je familie? En nog andere zaken heeft hij gevraagd. En stond die rechter op en begon heen en weer te lopen. Wat heb je te zeggen ter verdediging? En Rab Mordechai antwoordde, het is voor ons Joden Chanukah, inwijdingsfeest. En dan steken wij licht aan. Dat is de reden dat wij licht hebben aangestoken. En de rechter zei, Chanukah licht? Chanukah licht? Jullie hebben Chanukah licht aangestoken. Jullie hebben Chanukah licht aangestoken. Ik zal jullie laten zien hoe je Chanukah licht aansteekt. Hij heeft de olielamp genomen. En alle paparazzen papieren die bij hem op tafel lagen. Met allerlei valse beschuldigingen. Een na het andere papier heeft hij verbrand. Er bleef niets van over. Zo verbrand ik Chanukah. Zo steek ik Chanukah licht aan. Dat heeft hij gedaan. Had van tevoren wel twee soldaten die op wacht stonden weggestuurd. En toen hij alles verbrand had, en toen zei hij tegen Mordechai, ik ben zelf Jood. Vertel later aan anderen hoe ik Chanukah licht in een koelag Siberisch werkkamp heb aangestoken. Toen riep hij de andere soldaten weer binnen. Hij zei, neem de jongens mee. Ze deugen helemaal niet. Ze mogen niet bij elkaar zijn. Schiet ze niet dood. Zonde van de kogels. Dat is een hele bijzondere geschiedenis van Chanukah. En die bepaalde u niet onthouden. Ik heb dit jaar Chanukah vooral gevierd in Tikvah Temu-kamp. In het middelpunt van Nederland. Laat even een kaartje zien. En hier op de kaartje ziet u Lunteren. En op Lunteren is een heuvel. Dat is het middelpunt van Nederland. En toen ik daar met al die matrigiemen, matrigot en de stafleden en de keuken en de kinderen stond, ja, toen had ik het gevoel, hier zijn wij, het middelpunt van Joost Nederland. Je ziet dus hier Lunteren en je ziet hier Ede. Maar ik stond dus niet onder Ede, maar daarboven. Maar dat is even een woordgrapje, dat moet ook eventjes kunnen. Het was prachtig om met al die kinderen en die leiding daar te zijn. Complimenten te geven aan de matrigiem, aan de staf, aan de keukenkrachten. Rabbi Evers en zijn zoon. En inmiddels
de dienstvrouw. Het was opnieuw heel bijzonder om daar aanwezig te mogen zijn. Vanaf 1966 tot nu, 2016, 50 jaar en hopelijk nog verder. Spanningen binnen het Joodse volk, dat maken we nog altijd mee. Rav Munk van Parijs, in zijn toelichting op de parasha, geeft nog een extra dimensie aan de spanning tussen Jozef en zijn broers. Jozef is een zoon van Rachel. De broers die hem hebben verkocht zijn zoons van Lea. Er is een bepaalde spanning in dat gezin van 12 zonen. En Jozef wil eigenlijk nu weten, wat gaan ze met Benjamin doen? Die zoons van Lea, hoe stellen ze zich op ten opzichte van Benjamin, die uiteindelijk ook een zoon is van Rachel? Die tegenstelling van Jozef ten opzichte van Jehuda, die dus hem heeft toegesproken. Kijken we, lezen wij in de Haftara van deze Shabbat, genomen uit het profetenboek Jechezkel. En ik lees u voor. Jechezkel vertelt: God richtte zich tot mij. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Jehuda en de Joden die bij hem horen. Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop Jozef en de Joden die bij hem horen. Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in jouw hand één stuk hout vormen. En als je volksgenoten je vragen, wil je ons vertellen wat je hiermee bedoelt? Zeg dan, dit zegt God. Ik neem het stuk hout van Jozef en ik leg dat tegen het stuk hout van Jehuda. Ik maak er één stuk hout van. In mijn hand zullen ze één worden. En die stukken hout moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden. En dan zeggen: dit zegt Hashem, dit zegt God. Ik haal de Joden weg bij de volken waar ze terecht gekomen zijn. Ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en hen naar hun land laten terugkeren. Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen zij uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Bij hen zal ik wonen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En de volkeren zullen beseffen dat ik Hashem, God, Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor altijd in het midden is. Dat is een toekomstvisie. En gezien de toestand in de wereld, mogen we alleen maar hopen dat dat heel spoedig bewaarheid zal worden. Aanstaande zondag is een vastendag. Vastendag, als de Rabbi Teweet, 10 Teweet. Toen koning Nebukadnezar het beleg heeft verslagen om de stad Jeruzalem, wat uiteindelijk heeft geleid tot de verwoesting van de eerste tempel en de Babylonische ballingschap. Daar denken we zondag aan. En de verdeeldheid in het Joodse volk toen, helaas nog een behoorlijke verdeeldheid die er nu nog is. Maar als we daar aan het vasten zijn, dan gaan we daarover nadenken.
En wij hebben ons voor, ieder op zijn manier, intens te werken aan een grotere eenheid binnen het Joodse volk. En een eenheidsuitstraling naar de volkeren van de wereld. Opdat die profetie van Jechezkeel spoedig in onze dagen waar zal worden. Ik wens u na het vasten een gezonde arbeid en uiteraard een Shabbat Shalom.